moet geen yoghurt eten. Dat is alleen voor de mensen die Lubach hebben gezien. Ja. Oké, de opname is gestart. En Tom, aan jou het woord, stel je voor. Dankjewel Patricia. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Tom Bisschops. Ik ben de business liaison manager voor de VNG, voor de VTH-keten. En Patricia vroeg mij of ik jullie iets wilde vertellen over het vooral technische stuk rondom het publiceren, hè, van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Ik zal ook mijn verhaal beginnen met een aantal dia's. Maar ik ga dit niet alleen doen. Desiree Busman, die gaat mij dadelijk ook nog even helpen en jullie wat dingen laten zien. Ook in, zeg maar, wat betekent het nu praktisch, hè, vanuit software, en wat zien we dan in het landelijke loket? En ik wil Desiree even vragen of ze zich heel even voor wil stellen. Wel zo fijn voor dat je dadelijk spontaan erin komt, Desiree. Ja, dat is goed. Hi, ik ben Desiree Busman. Ik ben senior consultant bij Genetics, leverancier van een VTH-pakket, Power Browser, bij sommigen wel bekend wellicht. En ik zal inderdaad vanuit onze applicatie laten zien hoe het er voor de gebruiker uitziet om te publiceren. En we laten dan ook even een voorbeeldje zien, hè, wat er getoond wordt in de regels op de K. Nou, dat is wel handig dat ik nu mijn presentatie ga delen met jullie. We zien je presentatie, Tom, maar hij staat in een presentatiestand. Is dat bewust? Of? Dus niet bewust, maar dat ga ik nu even aanpassen. Zo. Dat deel ik nog een keer opnieuw. Ja, hij is nu perfect. Dankjewel. Oh, oké. Dan gaan we beginnen. Publicatie BOPA. Nou, zoals ook al in de introductie door Patricia aangegeven, gaan we. Zal het een vrij technisch verhaal worden? En Patricia vroeg mij om mijn taalgebruik en de terminologie aan te passen. Dat gaat een hele uitdaging worden. Dus als het echt niet meer te volgen is, steek je handje op. En dan probeer ik nog een toelichting te geven. Of zijn er misschien ook wel mensen aanwezig in dit overleg? Want we zijn met velen, zie ik, die eventueel ook nog een aanvulling kunnen geven. Deze presentatie, dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door een tweetal documenten. En die documenten die gaan wij ook met jullie delen. Die zijn al beschikbaar, maar in de hele informatieverstrekking ook rondom deze bijeenkomst zullen we die ook nog eens extra aan jullie toesturen of beschikbaar stellen via de website. Ik weet niet hoe Mark dat altijd doet. Het eerste document is het toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. En het tweede document dat ik gebruikt heb als input voor deze presentatie is het stappenplan BOPA en wijzige omgevingsplan dat in opdracht van een aantal gemeentes in Brabant is opgesteld. Ik denk dat voor sommigen, zeker de mensen die in het ruimtelijk domein actief zijn, wel bekend is. Hij gaat verder. Nou, even beginnen bij het begin, hè, want we gaan het hebben over het bekendmaken van het besluit. Bekendmaken van het besluit met betrekking tot een buitenplanse omgevingsactiviteit. Die kennisgeving is aangewezen als een omgevingsdocument. Dus dat hoort in het rijtje omgevingsplan. Alleen geldt er voor dit ene document, dus voor deze kennisgeving, een andere manier van publiceren. En dat is namelijk dat deze via de DROP-koppeling gaat. Dus de publicatie vindt plaats via DROP en niet via de LVBB. Dus dat is een verschil ten opzichte van alle andere omgevingsdocumenten. Nou, voor het publiceren gebruiken we een toepassingsprofiel. Nou, en ik werd al op mijn vingers getikt dat dit al vrij technisch werkt. Dus ik ga het proberen wel in zo voor jullie eenvoudig mogelijke manier uit te leggen.
toepassingsprofielen die worden gebruikt voor alle omgevingsdocumenten. En dit noemen we de T-port. Dus ik denk wel voor de meeste inmiddels bekende standaard veel gebruikt, zeker in relatie tot omgevingsplan. Dus die toepassingsprofielen die zijn vereist voor die omgevingsdocumenten. Nou, deze T-port, ik gebruik de afkorting even, die beschrijft de informatiekundige specificaties conform de standaarden. En die informatiekundige specificaties hebben we nodig omdat we dan ook kunnen publiceren richting dat digitaal stelsel. Dus dat zijn de afspraken die we daarin gemaakt hebben. Nou, voor ieder document hebben wij toepassingsprofielen. En daarmee dus ook een toepassingsprofiel voor die buitenplans omgevingsplanactiviteit. Nou, en dat toepassingsprofiel gaan we met jullie delen. Daar staat heel veel informatie in. Informatie die jullie vandaag ook van mij krijgen en die in die dia staat, die vinden jullie daarin ook terug. Dus ook behoorlijk wat achtergrond nog bij dat hele verhaal. En ik zie een handje van Jenny. Ik heb even een vraagje. Jenny Brokkelte, provincie Groningen. Ja. Misschien ben ik te vroeg en komt er nog heel veel meer. Ik vraag me alleen af, heel veel gemeenten publiceren nog niet in Stop Theepot. En hoe kunnen die dan straks publiceren? Als ze in TAM Imro gaan publiceren. Dat is, dat zijn twee dingen, Jenny. Je hebt het nu over het publiceren bijvoorbeeld van je een nieuw omgevingsplan. Nou, mocht dat nog niet gaan, hebben we natuurlijk is een tijdelijk alternatieve maatregel, de TAM Imro. Dat gaat echt over het publiceren, zeg maar, van wat we nu nog noemen bestemmingsplannen en dadelijk omgevingsplannen. Daar gaat de TAM Imro over. Ik ga het verhaal vertellen over wat gepubliceerd moet worden in het kader van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. En dat is een vergunning. Maar een vergunning die ook aangewezen is als omgevingsdocument. Maar die publiceren we niet via de plan software, die publiceren we via de VTH software. En dat is een publicatie op de drop. Dus dit verhaal staat, kun je loszien van de TAM Imro en de planpublicaties. Okay. En gaandeweg het verhaal wordt dat misschien wat duidelijker, hoop ik. Oké, dank je. Ik hou de chat, Mark, Patricia, niet bij. Dus ik zie wel de handjes, maar de chat... Er staat nu een vraag erop, maar ik denk, daar komt Tom zo meteen over te spreken. Anders vul ik hem aan. Dus komen ze op terug. Oké, ja. Dan ga ik verder. Nou, wat houdt dat toepassingsprofiel voor die kennisgeving buitenplanse geheelpark nu in? In die kennisgeving, in dat toepassingsprofiel vertellen we op welke manier we die kennisgeving doen. Hè? Dus hoe moet je nu die aanlevering vanuit je VTH-applicatie waarschijnlijk, er is ook een alternatief, kom ik nog op terug, hoe moet je dat nu aanleveren? En op zo'n manier dat vanuit drop dan dat laatste stukje richting de landelijke voorziening gaat. Dus daar hoef je als bevoegd gezag verder niks mee te doen, dat doet het drop voor jou. Dat is een nieuwe manier van werken. En in het toepassingsprofiel wordt uitgelegd voor welke type omgevingsvergunningen buitenplanse omgevingsvergunning, het verplicht is om die kennisgeving, die aanvullende kennisgeving te doen richting LVBB. Want er zullen best veel vergunningen verstrekt gaan worden, verwachten we. Dus die, waarbij je afwijkt van het omgevingsplan. Je hoeft niet altijd voor al die vergunningen ook een publicatie richting LVBB mee te sturen. Ik zie geen handjes, ik ga ervan uit dat het nog... De volgende is, maar jullie kunnen ook alles nalezen in de documenten die we mee gaan sturen. Nou, pak ik even terug Tom, naar de huidige situatie. Als je om handjes vraagt, dan kun je ze krijgen ook. Ja, nee, Pascal reageert er meteen op. Pascal. Ja, graag. Goedemorgen. Ik had even, maar misschien dat ik het miste, want ik had iets hier interns. Je zegt dat die kennisgeving voor de BOPA, die gaat automatisch via de VTH-software op drop. Ja. Maar net zag ik nu een slide die vorige dat het toch via de via DSO ook zichtbaar wordt. Hoe zit dat? Ja, dat is een goede Pascal. Wat, wat er gebeurt hè, in de landelijke voorziening, in de regels op de kaart, wordt ook die buitenplans omgevingsplan activiteit zichtbaar. Dat gaan we jullie ook laten zien. Maar je hoeft daar zelf... bijna niks voor te doen. Jij moet een stukje extra informatie meesturen naar drop. En drop zorgt dan
via Ozon dat het in de landelijke voorziening ook getoond wordt. Dus misschien had ik dat wat onduidelijk uitgelegd. Er verandert niks. Jullie hoeven alleen op drop te publiceren. En de rest gebeurt vanzelf geautomatiseerd. Maar laat ik dadelijk ook zien. Ik heb een... Wel echt heel geweldig. Ja. Voor de eerste keer dat we eens een keer zelf geen actie. Nou, ik wacht even mijn verhaal af. Ik wil ook niet de verwachtingen te hoog. Pascal, we komen zo bij je terug of je nog steeds enthousiast bent. Ja. Dit is wel een stukje werk wat we uit handen nemen, om het zo te zeggen. Nou, dan ga ik even verder. Ook om de vergelijking te maken, omdat ik dat zelf ook prettig vind, redenerend van de huidige situatie en wat verandert nu, laat ik jullie ook even zien van hoe gaat dat nu? Dus nu heb ik een omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan. Dan als gemeente heb je dan twee sporen te bewandelen. Het spoor via de drop. En dat kan op dit moment ook al via je vergunningapplicatie, maar die stuurt het dan ook naar drop. Of je gaat zelf naar de webpagina van drop en vult alles handmatig in en doet dan de publicatie. Hè. Die twee mogelijkheden die zijn er nu dus ook. Nou, drop, die pikt die informatie op en die zorgt dat het op de officiële bekendmakingen wordt gepubliceerd. Bij een omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan stuur je ook vanuit je bestemmingsplansoftware, vanuit je plansoftware, ook bepaalde informatie richting ruimtelijkeplannen.nl. En in de droppublicatie zorg je dat een verwijzing is opgenomen en dan wordt die verwijzing tussen die twee portalen, pagina's geborgd. Dus jullie doorlopen nu, op dit moment, twee sporen. Nou, in de huidige wetgeving zijn er ook gevallen aangewezen waarin de plicht, om die mededeling te doen, dat er zijn criteria opgenomen waarin dus in welke gevallen je die publicatie op die manier moet doen. Nou, die zien jullie hier, die kunnen jullie ook teruglezen in het document in mijn dia's. Ik ga die nu niet voorlezen, want dan gaan we ook uit de tijd lopen. Maar diezelfde situatie hebben we ook gecreëerd, na IWT. Dus stel, ik heb het net gehad over de huidige situatie. En ik laat jullie nu even zien wat de situatie wordt na inwerkingtreding van de omgevingswet. En als we het dan hebben over buitenplans omgevingsplanactiviteit. Nou, in dit geval publiceer je als bevoegd gezag direct op de drop. Nou, ook hier kun je zelf naar de droppagina gaan en de informatie handmatig invullen en zorgen voor publicatie. Of je kiest voor, en als je leverancier dat levert, een integratie via de vergunningapplicatie. Nou, dus we zagen net, ik ga toch even terug, twee sporen. Nou, dat wordt één spoor. Bij die publicatie, bij die buitenplanse activiteiten, moet bepaalde informatie meegestuurd worden. En bijvoorbeeld zo'n vlak. Nou, dat publiceren we allemaal op drop. En drop stuurt dan één deel van die informatie zelf voor jullie naar de landelijke voorziening en zorg daarmee dat ook in de DSO-LV een stuk van die informatie gepubliceerd wordt. En uiteraard gaat ook de kennisgeving naar de officiële bekendmaking. Tom, ik heb een vraag van Wasma. Ja. Wasma, kom er maar in. Ja, hoi, goedemorgen hoi. Allemaal. Als ik het goed begrijp, ik heb gisteren nog een cursus over de omgevingsplan en die publicatie vanuit de drop. Dus dat wordt, begrijp ik van jou, dat het wel zichtbaar wordt voor mensen, voor de burgers, ook om te kijken wat er dan gebeurd is op die plek met BOPA. Ja. Begrijp ik dat goed? Want de vraag was juist gisteren dat niet zichtbaar zou zijn voor de burgers. Ja. Dat we het één keer per 5 jaar de omgevingsplan moeten actualiseren. En al die BOPA's opnemen en de omgevingsplan. Maar dat zou niet eigenlijk duidelijk op de ruimtelijke plannen staan voor de burgers, die BOPA. Ja. Totdat de omgevingsplan geactualiseerd is. Maar begrijp ik nu van jouw verhaal dat het wel zichtbaar is voor de mensen? Het antwoord is ja en nee. En ik zal het je uitleggen, Pasma. Ja.
Wat je dadelijk in de regels op de kaartviewer ziet, is dat er op een locatie een vergunning is verstrekt waarin afgeweken wordt van het omgevingsplan. Oké, maar ze kunnen niet zien dus wat er gebeurd is, op welke plek? Jawel, je ziet, precies je ziet precies de plek waarvoor een buitenplanse omgevingsplanvergunning is verstrekt. Maar inhoudelijk zie je niks. En ik denk dat dus we het gisteren hebben proberen uit te leggen, je ziet dus niet over welke activiteiten gaat dit nu. En dat moet je weer in je actualisatieplicht, zeg maar, in je omgevingsplan, dat je na 5 jaar die buitenplanse activiteiten weer moet integreren in je omgevingsplan. En dan zie je dat wel. En ik zie dat Sandra nog een aanvulling heeft. Helemaal goed. Dank je. Sandra. Goedemorgen allemaal. Ik ben jurist bij de VNG. Eigenlijk ook een vraagje aan jou, Tom. Want wat er gepubliceerd wordt, is de kennisgeving. Dat is dus ook een zakelijke weergave van het besluit. Dus ik zat me even af te vragen, Tom, of het niet is dat je dat wel zou kunnen zien dan in het DSO. Nee, hij neemt de verwijzing op. Hè? Je ziet... Jullie zien mijn presentatie nog, neem ik aan, hè? Ja. En hij neemt de verwijzing op naar de kennisgeving. Kun je daarop klikken en dan de kennisgeving lezen? Ja, dus hij linkt je dan door naar die officiële bekendmaking. Ja. Maar je ziet niet... ik dacht, dat geef ik even mee ook aan naar bijvoorbeeld de juristen en vergunningverleners in de zaal. Naarmate je dus die zakelijke weergave van de vergunning mooier formuleert, kun je daar dus meer informatie al uithalen wat er ongeveer in die vergunning zal staan. Ik bedoel, de echte vergunning kun je daar niet raadplegen. Maar als we er natuurlijk voor zorgen dat die zakelijke weergave al heel kernachtig wel even aangeeft wat er, op welk punt bijvoorbeeld er dan een verandering is, dan heb je al een beetje houvast. Ja. Oké. Dankjewel, Sam. In dat toepassingsprofiel zijn ook de gevallen aangewezen waarin die aanvullende kennisgeving verplicht is. Hè? Dus waarin we dus ook dat stukje richting dat DSO-LV willen sturen. Hier hebben we 1 kanttekening bij. En ik werd hierop gewezen door Sandra, die jullie net ook even hoorden. Dit is formeel moet dit besluit nog genomen worden. En wij gaan proberen te achterhalen wanneer dat besluit dan genomen wordt. Want hij zit nu nog in de routing. Ik verwacht trouwens geen wijzigingen op deze criteria. Nou, dat gaat over activiteiten in stand houden van 1 of meer te bouwen hoofdgebouwen. En 1 of meer andere bouwwerken buiten de bebouwde kom. Met een oppervlakte van meer dan 150 vierkante meter. Of een hoogte van 40 meter. En... anders dan onder 1 genoemde, die niet in overeenstemming is met de aan de locatie toegedeelde functie. En wat nog even als ook hier heb je ook bij de BOPA rekening te houden natuurlijk met de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dus ook die geldt hier ook. Ik zie geen handjes, geen opmerkingen. Ik zie Pascal. Wat wordt er verstaan onder een OPA anders dan onder 1 die niet in overeenstemming is met een aan locatie toegedeelde functie? Dan heb je puur, bedoelen ze dan het ruimtelijke? Ja, dus als, stel je hebt een bepaalde... Sandra, jij gaat mij aanvullen als ik hier nu hele gekke dingen ga zeggen. Hè? Ik ben niet zo heel erg thuis in het omgevingsplanverhaal, moet ik jullie eerlijk bekennen. Maar ik ga toch een eerste poging doen. Kijk, jij deelt bepaalde functies aan een locatie toe. En als jij ergens, ik noem even 2 simpele voorbeelden, recreëren of wonen. En je wijzigt van recreëren naar wonen. Ja, dan wijzig je volgens mij de functie van die locatie. En dan ben je verplicht om dan ook die publicatie, die aanvullende publicatie mee te nemen in je bekendmaking. Het kappen van een boom kan ook een buitenplanse activiteit zijn. Maar dan wijzig je niet van functie. Dus die hoef je ook niet die aanvullende informatie mee te sturen. Hè? Want dan krijg je dadelijk bijvoorbeeld ook al die kappen van een boom buitenplans. Die komen dan in dat
regels op de kaartverhaal terecht. Ja. Daar wordt een overvloed aan informatie. En daarom hebben ze gezegd, we stellen een aantal criteria op. Heb ik wat heel geks gezegd, Sandra? Vraag ik jou dan even. Nee, je hebt niks geks gezegd. Ik kan er alleen nog aan toevoegen. Dat staat ook in het document dat Paul Jansen in de chat gedeeld heeft. Dat je het aan een locatie toegedeelde functie, dat je dat ruim op moet vatten. Want het is straks met het omgevingsplan zo dat je niet per se alle functies à la bestemmingen, zeg maar, hoeft toe te delen aan locaties. Dus er staat in die toelichting ook dat dat wat de functie op een bepaalde plek is, ook kan blijken uit het samenstellen van regels in het omgevingsplan. En als het daarvan afwijkt, dan zou je dus deze publicatie moeten doen waar Tom het over heeft. Dus het gaat in feite om of zo'n gebouw wat onder één staat, of twee, dat door de BOPA echt de functie gewoon inhoudelijk wijzigt. Pascal, voor jou voldoende zo? Dan wil ik anders door naar Rob, die heeft nog een vraag staan. Ja hoor, alleen ja, wat Sandra zegt, dat is natuurlijk wel vals weer te bezien. Hè? Want daarmee kan het bereik van lid 2 toch groter worden. Maar verder, genoeg voor nu. Dank je. Ja. Rob? Het is me toch niet helemaal helder allemaal. Want ik had eerst een vraag gesteld van, wat je hebt buitenplans omgevingsactiviteiten die onder de uitgebreide procedure vallen en die onder de reguliere procedure vallen. Volgens mij de oude kruimels en dat soort zaken. En nu zie ik dit staan, deze sheet. Is dat op allebei gaan toepassen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, wat wou je zeggen, Patricia? Nee, ik dacht, wil jij me beantwoorden of Sandra? Kijk eventjes. Ja, ik kan hem beantwoorden. En Sandra die vult mij weer aan. Of als ik iets zeg. Ik kan het misschien ook niet goed begrepen hebben. Hè, maar dit gaat echt over het publiceerstuk. Dus ik heb een vergunning verstrekt, een buitenplans omgevingsvergunning. En onder welke criteria, dat gaat echt alleen over het publiceren, stuur ik ook aanvullende informatie mee richting dat DSO-LV. Daar gaat dit over. Niet meer en ook niet minder. Ja, dat is dus dat plattegrondje, zeg maar. Die footprint. Oké. Ja. Precies. En ik zie nog een... Rob, dat was hem. Ja. Dan gaan we nog even naar Wim. Naar Wim. Ja. Wim Numan. En dan moet je wel even doorgaan, Tom, want anders dan komen we klem te zitten met de andere. Dan gaan we gas geven. Ja. Wim, je hebt nog een vraag. Dank je. Ik snap niet helemaal wat het verschil is tussen 2 en 1. Want volgens mij, als je naar 2 kijkt, dan is 1 toch ook zo, valt er sowieso ook onder. Ja, nu ga ik even Sandra vragen om je antwoord op te geven. Ja, en ik moet er wel dan misschien even bij zeggen dat ik zelf een milieuachtergrond heb en geen RO-achtergrond. Dus de RO'ers gaan misschien nu mij dadelijk weer aanvullen. Maar zo komen we er uiteindelijk met z'n allen wel uit. Maar het eerste is echt een bouwactiviteit. Hè? Dus je kunt er een nieuw hoofdgebouw neerzetten, maar daar gewoon nog steeds dezelfde functie daarna in gaan vervullen. Hè? Dus dat kan, eerder een ander woongebouw hebben gestaan en nu een nieuw woongebouw. Dus dat is puur het bouwen. En het tweede is echt het wijzigen van de functie. En bij de eerste moet het dan wel nog steeds een buitenplanse activiteit zijn. Dus het volume wordt vergroot. Oké, nee, dan snap ik hem. Dankjewel. Dit hele verhaal gaat over de BOPA. Dus over iets dat buitenplans vergund moet worden. Ja. Oké, dat is het eerste criteria. Oké, dat was hem, Wim. Dankjewel, Sandra, voor de aanvulling. Dan. En ik ga richting afronding, Patricia, van mijn stukje. En dan kan Desiree ook even wat laten zien. Precies. Wat moet je nu aanleveren? Nou, dit is vrij... dit is eigenlijk echt alle informatie die je mee moet sturen. Dus je stuurt een tekst van de kennisgeving. Hè? En dit zit altijd een titel in, dus je moet daar ook een titel in aanvullen. Nou, dat zie je ook als je het moet invullen in Drop en jullie softwareleveranciers nemen dat ook mee in als ze dadelijk die koppeling automatisch realiseren. Het GML-bestand. Dit is het bestand waarin je het contour aangeeft van hey, dit gaat over dit perceel of meerdere percelen of een gebied. Dat je ziet waarop is die van toepassing. Nou, die is heel belangrijk in het tonen dadelijk ook van dat gebied op die regels op de kaart. Dan moet een identificatiecode worden meegestuurd. Nou, dat wordt gegenereerd vanuit je VTA-systeem. En
een eventuele IMRO ID. Stel, het gaat over een locatie en daar, heb je, daar is het omgeving van Verrechtswegen nog niet vervangen, dan is het de bedoeling dat je hierin ook je IMRO ID opneemt. En ook en dat zijn dan de stukken info die je meegeeft. Wasma. Ik hoop trouwens dat ik je naam goed uitspreek. Ik zie een handje. Dus ja, als ik naar die tekst en de Gmail-bestand kijk. Oké, omgeving en de Gmail-bestand. Daar zit natuurlijk alle stukken in. Wat je ook op de ruimtelijke plannen nu publiceert. Met een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dus ik vraag me af, waar wordt dat Gmail-bestand dan gepubliceerd en waar wordt dat zichtbaar? Het Gmail-bestand is een los bestandje. Dat is, ja. Daar zit niet al die info in. Dat is eigenlijk een geobestandje waarin de contouren zitten van waar je de vergunning verstrekt. Zo gaat dat al ook zien. Ja. Op de ruimtelijke plannen dat Gmail-bestand meestuurt om te publiceren, dan zie je wel alle stukken erin. Ja, maar dat werkt nu anders. Dat werkt nu anders. Dus nu zie je alleen maar de kennisgeving. En dat Gmail-bestand en alle andere bijlagen, die zie je niet meer straks. Ja, je ziet, het Gmail-bestand zie je ook niet. Dat Gmail-bestand wordt in de koppeling vertaald naar een vlak op de kaart. Maar dat kunnen we dadelijk laten zien. Ja, helemaal dat, goed. Ja. Dankjewel. En nu schakelen we over naar Desiree. Ja. Ik kijk nog één keer rond of er geen vragen zijn. Er komt nog één vraag, Desiree, en dan is wat mij betreft de floor, jongens. Pascal. Ja, sorry hoor. Maar wat bedoelde je nu met IMRO ID? Je zei van als de tijdelijke omgevingsplan nog niet gewijzigd is. Ja. En dat is natuurlijk bij alle gemeentes na 1-1 zo. Wat moet dan in die kennisgeving staan? De IMRO ID van het bestemmingsplan dat je gewijzigd hebt. Ja, dan vul je de identificatie in van het stukje ruimtelijke plan waarvan wordt afgeweken. Ja, dus dat is, de code. Ja. En daarin wijk je ook weer af zoals het nu is. Want nu geef je een identificatie mee van de vergunning. Ja. Maar ook dit, hè, wat ik jullie... Alle info die ik jullie vertel, hè, en ik ga heel eerlijk bekennen. Tot 2 weken wist ik alleen dat leveranciers een GML moesten meesturen. Nou, ik heb kennis genomen van die stukken die we met jullie gaan delen en ik heb hier alles uitgehaald. Ik heb eigenlijk voor jullie een samenvatting gemaakt en proberen zo praktisch mogelijk te vertalen wat in al die stukken staat. Dus jullie kunnen daar alles echt in terugvinden. En welke stukken bedoel jij dan? Paul heeft net in de link ook al een stuk gedeeld. Volgens mij is dat Paul het is stuk. Ook. Ja, Paul die is komt ook straks ook op onze website. Dus ik weet niet of je nog in de chat staat een link van Paul Jansen. Helemaal ergens het begin al. En ze gaan ze ook nog een keer met jullie delen. Op onze website. Ja, ja op onze website komen ze ook. Okay. Goed, dan Desiree. Ja. Jij mag laten zien hoe dat er dan uitziet. Ja, dat ga ik doen. Ik laat dat dus zien vanuit onze Power Browser applicatie. Wat dat inhoudt eigenlijk is, je hebt hier je zaak staan. We kunnen ook zien, dit is ook een DSO-project die ik hier als voorbeeld ga gebruiken tijdens deze demo. En wat belangrijk is voor deze publicatie, waar het gaat om de BOPA, is dat er aan deze zaak een GIS-figuur is gekoppeld. Dat ga ik ook even laten zien. Ik heb hier dus bij deze zaak ook een GIS-contour geplaatst. En dat is een vereiste voor deze publicatie, dat deze aanwezig is bij de zaak. Voor de publicatie in zijn geheel betekent het, net als dat we er nu al gewend zijn, dat documenten die openbaar zijn en definitief meegezonden kunnen worden bij de publicatie. En wat wij voor de gebruiker eigenlijk doen om te gaan publiceren in het kader van BOPA, is dat we naar publicaties gaan en daar moet een besluit worden toegevoegd, of in mijn geval staat die alvast klaar. Dat stukje verandert niet heel, is voor ons technisch gezien niet heel anders dan dat we een gewone publicatie doen. Alleen wat belangrijk is, is dat we hier dus een besluit hebben staan en dat we gaan kiezen voor een tekst
die we mee willen geven. Dat is de inhoud, dus waar Tom, dat is het eerste criterium wat hij noemde. En ik ben wat ingezoomd, ik zal het heel even zo doen, is voor iedereen iets leesbaarder. Wat we dan vervolgens zeggen is dat we hem willen gaan publiceren in een drop. Ook dit stukje is voor gebruikers normaal ook voor andere publicaties. En het verschil zit er maar in. Als we rechts even kijken, zien we nu nog alle locaties die aan deze zaak zijn gekoppeld. En hier onder documenttype hebben we een aantal keuzes gekregen. En daar is nu een nieuwe variant bijgekomen voor de BOPA. Omgevingsvergunning afhandeling met planafwijking. Zodra ik die selecteer, zegt het systeem automatisch, dan mag ik alleen maar de GIS-locatie meesturen. Dat is degene die gaat meesturen. En betekent dat die andere automatisch in mijn lijst verdwijnen. Ik geef aan voor welk publicatiedoel het is. Nou, de meeste van jullie werken bij gemeentes, dus zal ik het gemeenteblad even pakken. En net als bij alle andere publicaties geven we aan om welke activiteiten het gaat. En bijvoorbeeld bouwen en milieu. Dan vervolgens hebben we daaronder hebben we dus ook de documenten staan die we eventueel mee kunnen publiceren. En die gaan dan straks naar het, volgens het web op de sites om ter inzage te gaan. En voor de gebruiker, als dit allemaal is ingevuld, is het niet meer dan opslaan. En dat zorgt ervoor dat het bericht naar de andere omgeving gaat. Ik merk dat ze hem toch nog niet helemaal hadden ingericht, dus ik krijg nu een foutmelding. Gelukkig had hem ook voorbereid, want de publicatie is altijd 2 dagen in de toekomst. 2 werkdagen in de toekomst. Dus ik kon hem sowieso al niet van vandaag laten zien. Maar in de voorbereiding hadden wij hem ook al gepubliceerd. Daar ga ik even naartoe. En dit is dan even de pre-prot. En ik ga de locatie even opzoeken waar ik net zat. En wat je dan ziet is dat hij hier dus die omgevingsplannen gaat ophalen. Maar hij zegt ook, ik heb 57 documenten gevonden. En nou, dit is ons voorbeeld wat wij dus van tevoren hadden voorbereid. Dan zie je dus hier die afwijkvergunning staan. En daarmee kun je dus inderdaad zien dat daar een afwijkvergunning is geweest. Wij hadden van de week al vastgesteld, Tom en ik, van er hoort hier nu vervolgens, hè, dat is het einddoel, dat ze dan hier ook de link plaatsen naar mijn publicatie op de regelgevingssite. He, dus waar we hem nu ook op publiceren. Die twee hebben dus een link in elkaar. Alleen die laatste link hebben ze nog niet gebouwd aan de kant van deze leverancier. Maar dat zijn eigenlijk de handelingen voor de gebruiker. Dus het klinkt allemaal heel ingewikkeld wat Tom vertelt. Maar eigenlijk is het voor de gebruiker heel makkelijk. Het enige wat hij dus anders doet dan met andere publicaties is zorgen dat er een GIS-vlak is, he, een GIS-figuur. En dat hij dus inderdaad kiest voor de publicatietype met afwijking. Dankjewel, okay, Desiree. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Tommy was ingewikkeld, hoorde ik van Desiree. Ja, ik hoorde het ook. En ik zie ook een handje van Hans. Ja, ik zie een handje van Hans. Techniek ja, het is meer gericht naar Desiree. Ik zag net dat je die publicatietype koos, zeg maar, dus dat je zo'n plan wil publiceren. En toen had ik verwacht dat je dan rechts, zeg maar, in dat geopaneel, dat je dan die contour zou zien, die je net ook eerder liet zien. Hè? En nu zie ik in één keer een stipje, zeg maar. Dat vind ik wat vreemd. Ik zou verwachten dat je daar dan ook die contour ziet van, zeg maar, de BOPA en niet een stipje. Maar ik weet niet of dat puur even een weergave is, maar hij zegt nu ook dat het de middenstuk is van, zeg maar, het vlak, maar ik had daar wel een vlak verwacht. Klopt, ja, dat is meer weergave, inderdaad. Ja, en een tweede vraag, en dat is meer de praktische vraag. Is dit nou een extra publicatie, een extra kennisgeving, of is dit een vervangende kennisgeving? Hè? Dus normaal moest je deze vergunning al naar drop sturen als kennisgeving van een vergunning die je verleend hebt. Maar moet je hem nou een keer extra sturen naar drop? Speciaal voor die BOPA, of is het in combinatie? Het is een combinatie. Het bericht wordt nu verstuurd met de tekst van de kennisgeving, zoals we dat normaal gesproken bij een normale publicatie doen. Plus de documenten die daarbij horen. Hè. Dus alles wat wij rechts invullen.
Het enige verschil is dat er dus nu een GIS-locatie alleen geselecteerd mag worden. En bij drop wordt het stukje van de GIS-locatie wordt naar die kaart gestuurd en de rest gaat gewoon naar de kennisgeving pagina. Ja, maar nu is dus die vergunning bij drop niet meer vindbaar op adres, want die adresgegevens stuur je niet meer mee. Dat is heel vreemd. Nee, die GIS-locatie gaat bij hun natuurlijk ook mee. Die geolocatie gaat ook mee. Alleen dat contourstukje wat we willen publiceren op de kaart, dat maakt nog een afslag gelijk al naar die kaart. Oké, want dit is denk ik wel even een goed aandachtspunt voor iedereen. Hè? Dus dat dit een vervangende publicatie is, geen extra publicatie. Want in mijn beleving was het altijd een extra publicatie met een ander doel. Maar dat is dus... Nee, misschien dat Tom nog heel even die slide kan meepakken met dat schematische weergave. Daar zien we het namelijk heel mooi in uitgetekend. Tom, laat je die eventjes zien? Ik laat die even zien. Je moet een beetje tempo maken, want er zitten nog een paar vragen aan en dan wil ik eigenlijk ook door naar het andere thema. Dus, Deze bedoel je, Desiree? Ja, deze. Ja. Wat je hier namelijk heel goed ziet is, hè, je hebt dus inderdaad in mijn geval de vergunningapplicatie die naar drop gaat sturen. Met het setje wat daarboven staat aangegeven, de kennisgeving, de vlak, de metadata en de bijlagen. En wat hij dus doet, is wat hij voorheen ook al deed. Hij stuurt keurig de kennisgeving en de metadata en de bijlagen naar officiëlebekendmakingen.nl. En het stukje voor de DSO LV, dat stuurt hij via de LVBB door naar DSO LV. Dus dat gaat in één handeling door. Dus het is één bericht vanuit je applicatie of vanuit de gebruikersinterface. En dat wordt door drop uitgesplitst naar de juiste wegen. Ik wil even gelet op ook nog een aantal. Er zijn nog wat verduidelijkingsvragen van Leonie en daar is op gereageerd. Dan wil ik daar nog eventjes naartoe en dan wil ik dit onderwerp afronden. Er is nog één handje van Sandra, Patricia. Sandra, gaat dat hierover of? Ja. Een laatste opmerking dan. Kort. Nou, ik weet hoe snel er misverstanden ontstaan. Ik ben jurist en ik zie dat er veel juristen in de zaal zitten. Er wordt hier gesproken over hoeveel kennisgevingen zijn er nou. Dat gaat echt alleen over de technische publicatie ervan. Hè? Dus vergeet niet dat juridisch gezien alle omgevingsvergunningen, dus ook BOPA's, daar moet gewoon een kennisgeving van worden gedaan in het gemeenteblad. En dat geldt voor alle BOPA's, niet alleen die twee gevallen die Tom noemde. Hè? Maar even voordat iedereen denkt van, oh, maar dit zijn de enige waarvoor een kennisgeving moet worden gedaan. Er is altijd nog gewoon, ik noem het maar even, de juridische kennisgeving gewoon. Hè? Ja. Ja, dat lijkt mij een goede toevoeging. Ja. Deze, jij wil nog allemaal het oranje pad. Ja. Dus alles komt in het oranje pad, behalve de uitzonderingen, gaan ook met het streepje naar beneden. Ja. Oké, Leonie, want er is wat onduidelijk nog. Leonie, jij hebt de vraag gesteld en daar werd op geantwoord. En toen dacht je van, nou, maar ik heb het toch anders begrepen. Kom maar even in, Leonie. Leonie is even de laatste die hierover een vraag mag stellen. En dan gaat Tom nog even kijken straks in de chat om te kijken of die vragen nog anders kan beantwoorden. Ja. Leonie. Hi, Leonie Schout, gemeente Amstelveen-Alsmeer. Als het om buitenplans omgevingsplanactiviteit gaat en de ruimtelijke onderbouwing en alle onderzoeken, bijlagen die erbij horen, heb ik toch altijd gehoord van ja, de kennisgeving gaat alleen via drop, maar al die ruimtelijke onderbouwingen en bijlagen niet. Die zou een gemeente zelf ergens op hun eigen website of via Plooi, wordt tegenwoordig ook genoemd, moeten gaan publiceren. Dat is wat ik begrepen heb. Dus al die bijlagen, pdf'en, kunnen allemaal niet op het DSO terecht. Ook niet als het om een omgevingsplan gaat met alle bijlagen, pdf even anders. Dus ik wil nu graag, want ik raak nu een beetje in de war. Wat nu die bijlagen zijn en die metadata, zijn die bijlagen een ruimtelijke onderbouwing en alle onderzoeken? Of wordt daar iets anders mee bedoeld? Tom of Sandra, hebben jullie daar... Ik durf dat nu niet hard te zeggen, Leonie. Dan zou ik zelf in die stukken gaan duiken. Nu, ik raak nu best wel in de war namelijk. Ja. Ik hoor heel veel verschillende geluiden. En inderdaad, ik kan, was, ik maar hoorde ik ook de hele tijd vragen. Oh, wacht, deze kan in ieder geval wat zeggen.
Ik kan in ieder geval vanuit een leveranciersperspectief aangeven wat ze met de besluiten documenten gaan doen. Daar komt een koppelvlak in principe. Daar zijn bijvoorbeeld Gembox zijn een voorbeeld van. Wij gaan zelf ook een platform aanbieden. En daar worden dan een soort van portaal waar die documenten in staan gedurende de terinzagelegging. Maar dat is dus niet inderdaad via Drop DSO. Het is echt een eigen site, noem ik het eventjes, waar je dat soort zaken. Ja, dus en daarbij hoor ik dus ook plooi als een mogelijkheid. Alleen okay, niks. Dus, nee. Ja. Ik snap jouw vraag. Jij wil duidelijk hebben wat hier staat nu in het overzicht wat ik liet zien. Hè, dat komt ook weer terug in het toepassingsprofiel. Staat tussen haakjes plus bijlagen. Ja, ja. En ik wil precies weten over welke bijlagen hebben we het dan. Is dat een onderzoek of is dat alleen een besluit? Of, ja. Ja. Ik ga uitzoeken of dat in die stukken staat. Kun je zelf ook doen. Staat het er niet in, ga ik actie ondernemen om tot die info te komen. Ja. En ik zie Paul Jansen. Ik zie Paul. Hans, ik ga je even niet meer het woord geven. Ik geef alleen nog even het woord aan Paul. Paul, kun jij even... Nou, een hele korte toelichting dan. Stukken die digitaal ter inzage gelegd moeten worden. Die moeten inderdaad, zoals je al aangaf, op een eigen platform of van een andere leverancier beschikbaar gesteld worden. Waarbij er op de publicatie, dus de kennisgeving, een verwijzing opgenomen wordt naar de locatie waar die stukken digitaal ter inzage gelegd zijn, gevonden kunnen worden. De bijlagen die hierin genoemd worden zijn de bijlagen, een afbeelding die nodig is om iets in de kennisgeving te tonen. Dat zijn de bijlagen die wel mee kunnen, maar stukken voor digitaal ter inzage gelegd worden is inderdaad een apart platform. Dat kan je eigen website zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Ja, ik zie dat Leonie steekt een duim omhoog. Dus Paul, je hebt goed geholpen. Dank je wel. Mensen, ik wil dit onderwerp afronden. Leonie, verwacht jij nog... Tom, moet jij nu nog iets uitzoeken of niet? Voordat Leonie echt ongelukkig wordt. Nee, Leonie is geknikt van... Nee, volgens mij is het weekend om zometeen. Ja. Oké, okay, nou hartstikke goed om te horen. Ik had nog twee dingen, Patricia. Want jullie hadden de Mentimeter ingebouwd. En dat ging van onze drie kwartier af. Ja. Ik ben toch nog even nieuwsgierig. Hans, die houdt vol, dus die blijft zijn handje omhoog houden. Hans, is het heel dringend? Want dan geef ik ik had mijn handje niet weggehaald. Maar eigenlijk ondersteun ik dat wat Paul zegt. Zeg maar dus dat het ging over die documenten. Dat het inderdaad via de droproute loopt. Hè? Dus absoluut niet via die onderste route van het LBBW. Maar via drop zit er inderdaad straks een hyperlink bij. Naar een plek waar je het inzage kunt leggen. En sommige leveranciers leveren dat wat voor. En sommige gemeenten regelen dat zelf wat voor. Dus, maar dat is puur de zuiverroute. En daar mag je in principe alles opzetten wat je zelf wilt neerzetten. Hè? Maar het mag dus absoluut niet plooi zijn. Dat is wel even belangrijk, Leonie. Want plooi mag alleen maar als dingen onderroepelijk zijn. Dus eerder mag het niet naar plooi toe. Hè? Dus daar heb je niks aan in deze fase. Maar de plooi is ook echt voor de wet op overheid een heel ander onderwerp. Die zou ik even buiten scope laten van dit soort routes. Ja, klopt. Dankjewel, Hans. Oké, dank. En dan heb ik nog één dingetje, Patricia. Twee. Ik wil Desiree heel erg bedanken voor de demo. Om ook te laten zien dat hele ingewikkelde verhaal wat ik vertel, dat het gelukkig voor de eindgebruiker mee gaat vallen. Dat je softwareleverancier je daar goed in kan helpen. En ik weet niet of Rob Dekker nog bij de bijeenkomst is. Want Rob, ben je er nog? Rob, ben je er nog? Ja, ik ben er. Ja. Rob, wij hadden een vraag. We zijn met een aantal gemeentes aan het kijken of we een soort van referentielijst kunnen maken. In het kader van het publiceren op Koop. Want dan vraagt Koop om een categorie aan te vinken. De mensen die hiermee te maken hebben, die zijn wellicht wel bekend. En het idee van Rob was... Ja, Rob? Ja, ga even verder, Tom. Ga even verder. Nou, ik wou zeggen, het idee van jou was, ik denk nou vult Rob me aan, maar dan doe ik het. Om te kijken of we met een aantal gemeentes tot een soort van referentielijst kunnen komen. Want heel veel activiteiten, zeg maar, die we gebruiken, die zijn voor iedereen hetzelfde. En welke categorie zouden we daar nu aan willen koppelen? Om te kijken of we met een aantal gemeentes tot een referentielijst kunnen komen, die alle gemeentes dan zouden kunnen gebruiken. Dan hoef je niet te gaan puzzelen. Welke categorie koppel ik nu? Maar dan kijk je in de lijst en dan gebruik je die. Zeg ik dat goed, Rob? Ja, je zegt het helemaal goed. We zagen het ook net al terugkomen in de demo die net werd gegeven. Dat je echt die categorieën moet toevoegen. Kijk, en nu als het nou een speciaal geval is het niet zo erg om dat handmatig te doen.
maar gewoon een grote bulk die je gewoon verwerkt, zeg maar. Daar zou je gewoon heel graag willen dat je dat automatisch inregelt, zodat de publicatie ook voor automatisch door je VTA-systeem wordt aangeboden bij Drop. De uitnodiging van Rob en Tom. Wie wil even meedenken in, ja, moet ik het noemen, categorieën? Categorieën. Zet je naam even in de chat of mail ons. Ja, dan een lijst. En zouden we zeer op prijs stellen. Desiree, ongelooflijk bedankt voor je bijdrage om te laten zien. Alle vraagstellers en opmerkingen ook fijn om zo samen uit te komen. Tom, jij ook bedankt voor het uitzoekwerk. En dan zou ik eigenlijk nu willen doorschakelen naar gerelateerde verzoeken. Trekken jullie dat nog of moet er echt even 2 minuten pauze ingebouwd worden? Dan gaat niemand durft natuurlijk zijn hand op te steken. Ik roep iedereen pauze. Ik zie iedereen pauze roepen. Iedereen pauze? Nou, dat wordt wel zometeen dan krap, zal ik maar zeggen, voor Gijs. Even 2 minuten pauze. 25 gaan we verder. Om 25. 10:25, ja? Gijs, ga jij het redden in een half uurtje? 35 minuten? Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Want die Tom, die... Die blijft maar lullen, hè? Ja, dat blijft gewoon, ja. Laatst dat hij het nou eens helder uitlegt. Zal ik beginnen? Ja, ik ga even...